Een Amerikaans filiaal van HSBC, grootste bank van Europa, heeft jarenlang Mexicaans drugsgeld witgewassen. Het gaat om zeker 7 miljard dollar in de afgelopen 2 jaar. Een topman van de bank heeft zijn excuses inmiddels aangeboden. I have said before and I will say again, despite the best efforts and intentions of many dedicated professionals, HSBC has fallen short of our own expectations and the expectations of our regulators. HSBC heeft niet kunnen voldoen aan de eigen eisen en standaarden, al dus deze topman van de bank. We gaan erover praten met correspondent in Mexico, Kees Zoon. Kees, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Hoe heeft zo'n bank nou jarenlang zoveel geld kunnen witwassen? Nou, op zich is het heel simpel. Er is geld overgemaakt van filialen van de bank in Mexico naar filialen van dezelfde bank in de Verenigde Staten. Dat ging vaak om exorbitante bedragen. Nou, dat is om twee redenen is dat mogelijk. Ten eerste het gebrek aan extern toezicht. En een gebrek aan intern toezicht, zou je zeggen. Ja. Het blijkt uit verklaringen van de betrokkenen dat het intern wel gezien is, maar genegeerd. Ja, want bij zulke bedragen dan moet je toch eens even informeren, lijkt mij. Wanneer werd het nou uiteindelijk duidelijk dat het om drugsgeld ging en dat dat dus door handen van Amerikaanse bankiers ging? Nou, dat is gebleken uit een onderzoek van een subcommissie van de Amerikaanse Senaat, de Commissie voor Binnenlandse Veiligheid. Die commissie die kijkt vooral naar transacties die kunnen duiden op connecties met internationaal terrorisme. En pas toen die commissie zich echt in de boeken van de bank ging storten, toen kwamen deze dingen naar boven, dat het om bedragen ging, hè, die maar op één ding wezen. En dat was drugskartels. Ja, maar wacht even, Kees, want dan hebben dus Amerikaanse politici dit gezien en niet bijvoorbeeld de FBI of een financiële toezichthouder? Ja, dat is natuurlijk een groot probleem met banken in het algemeen, blijkt de laatste tijd. Dat financiële toezichthouders in dit opzicht ernstig tekort schieten. Het voordeel van de Senaatscommissie is dat die verregaande bevoegdheden heeft. Die zou je kunnen vergelijken met de parlementaire enquête in Nederland. En die kunnen dus veel doen. Maar ja, het is duidelijk dat de autoriteiten die in eerste instantie verantwoordelijk hiervoor zijn, het hebben laten afweten. Ja, wat gebeurt er nu met de HSBC, met de bank? Nou, wat voor de hand ligt is dat de bank een boete zal krijgen. Waarschijnlijk niet al te groot gezien de bedragen waar het om gaat. Het is niet de eerste keer dat een Amerikaanse bank betrokken blijkt te zijn bij dit soort praktijken. En in het Amerikaanse systeem is het dan dat er een deal gesloten wordt met de autoriteiten en dat strafvervolging wordt afgekocht. Is dat niet heel erg mild? Amerika is toch gewoon war on drugs? Ja, het is heel erg mild. Maar het, zoals ik zei, er zijn in het, de afgelopen 10 jaar zijn er verschillende andere banken in de Verenigde Staten gepakt voor dit soort zaken. En die zijn er iedere keer heel schappelijk afgekomen. Hmm. Dus dat gaat ook niet veranderen? De straffen worden ook niet hoger? Nee, dat zit er niet in, nee. En het toezicht ook niet verscherpt? Tot op heden is er niets gebleken dat het inderdaad zou gaan gebeuren. Nou, dan loopt het met een sisser af. Kees Zoon, correspondent in Mexico, hartelijk dank.